Ja, daar zijn we weer. Farm Together 2 gaan we weer doen. We gaan weer verder met de boerderij. Welke boerderij? Ja, dat weet ik nog zo net niet. Ik denk dat ik even de boerderij pak waar ik nu de laatste weken mee bezig ben. Gewoon om te laten zien dat een andere indeling ook kan. Maar we zijn natuurlijk ook weer wat verder gevorderd. En dat heeft hem allemaal te maken met de updates die er allemaal zijn gekomen. En ook de aanpassingen die zijn gedaan aan de game. En dat hou je natuurlijk nog even vol. Op het moment dat het helemaal vast ligt. Hier en daar wordt er nog gesleuteld aan bepaalde zaken. Maar dat is op zich niet erg. Dat hoort er allemaal bij. Hoe ziet de boerderij er nu uit? Nou, we pakken gewoon even de grote kaart erbij. We gaan even inzoomen. Oh, dat is de maximale zoom. En dan kun je zien dat ik best wel veel gedaan heb. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, allereerst heb ik natuurlijk veel dieren. Die zijn allemaal in het paars. Dat zijn de dieren die we hebben. Niet alles in het paars. Ik heb hier ook nog dieren staan. Dat zijn de alpaca's die erbij zijn gekomen. Die hebben voer nodig. Dat kun je ook zien. Rode kruisjes. Als we wat verder inzoomen, dan kun je dat wat beter zien. Dan heb ik hier gewassen. Hier heb ik de gevederde vrienden. Hier heb ik de wolfvrienden, schaapjes en hier heb ik de eenden. Daar heb ik geen helpers op staan. Waarom niet? Omdat het geen zin heeft. Omdat helpers elke 4 uur bijgevoed moeten worden met roze ribbetjes. En de dieren hebben meer tijd nodig om zeg maar te groeien, om ze te oogsten. Dus dat heeft niet zoveel zin. Dan hebben we hier de bomen staan. Hier staan natuurlijk de categorieën erop. Je kunt dit erbij pakken. Dan zie je welk wat is, hè? De legenda, zeg maar. Maar dit zijn dus de categorieën die je als als voorraad, dus de inventaris. Dus dit valt allemaal onder de ananas. Deze bomen zijn verschillende bomen, maar die vallen allemaal onder de citroenbomen. Kijk, als ik het zou aanpassen, dan zie je dit. Dit is de letterlijk wat er staat. Dus hier zie je welke vruchten boom je daadwerkelijk hebt staan. En die vallen natuurlijk allemaal onder een bepaalde categorie. Al deze mango's bomen, die vallen natuurlijk onder de ananas. Dus vandaar dat je dat ziet. Hier zie je dus de verschillende schapen, de verschillende eendjes. Dus kun je ook zien dat je alle eenden hebt geplaatst. En zo staan hier alle bloemen. Hier heb ik een hof gemaakt met alle machines. Dat heb ik hier. Ik heb hier ook nog een paar neergezet. Zoals je ziet, niet echt aangekleed. Dan heb ik de velden ingedeeld met ja, die bootstand, hè, dus wat je dus kan bepalen wat er op de velden moet. Dus stel dat je dat indeelt hier, kun je kiezen wat je wilt planten. Dus je hebt 4 keuzes. Daar kun je natuurlijk een beetje mee stoeien om te kijken van nou, welk seizoen doe ik hier eentje neerzetten. Kijk, eentje was natuurlijk niet nuttig, want dan moet je een gewas hebben wat je elk seizoen kan planten. Nou, dat heb je niet. Je hebt er misschien 1 of 2 die dat doen. Maar de rest is allemaal of 3 of 2 seizoenen. Dus dat kun je dan een beetje verdelen. En dit zorgt ervoor dat degene die dus bij jou in de boerderij komen. En dan willen helpen met het oogsten en het planten van een gewas. Dat ze altijd het gewas kiezen wat jij op dat moment op de velden wil. Dus als ik hier sta, dan kan ik dus echt kiezen voor een gewas wat in die lijst staat. Dus het zijn maar 4 keuzes. Dus of ik nou kan kiezen voor dit en kan kiezen voor dit. Ja, dus dat is eigenlijk de bedoeling van dat geheel. Ik zie dat ik hier de gouden ananas en de Spaanse pinda en de platte peterselie die nog moet. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van ik zet deze op het veld. Ja, die mag je dan gewoon opzetten. En dan, nou, dan zul je zien dat ik heb hier een grens, zoals je ziet.
En hij loopt over in een andere booth stand, hè? Zo'nzelfde soort veld wat ik heb gecreëerd. Die heb ik een spiegelbeeld andersom gezet. Er tegenaan. Want je hebt natuurlijk 18 veldjes. Maar die heb ik dus hier neergezet. En dan andersom. En daar heb ik dezelfde gewassen, zeg maar. En dan krijg je op dat moment, zeg maar, een veld van 18 keer 2, dus 36 tegels bij 18 tegels. En dat geeft een aantal van minus 1 natuurlijk. Even kijken. Dus ik kreeg even een berichtje, sorry. Even kijken. Dus we hebben 18 keer 2 tegels. 36 maal 18. En dan gaan er 2 vanaf. Want dat zijn die 2 dingen borden die je hebt staan. Dus je hebt in principe 646 tegels. En veldjes. En als je die dus leeg haalt, dan heb je 646 veldjes. En als je jezelf een duimpje geeft. Dus de duimpje omhoog geeft, dan heb je natuurlijk keer 2. Dus dan gaat het dan naar de 1282. 92, sorry. Dus dat is lekker veel. En dat heb je nodig, wil je wel wat verdienen ook. Want dat is hier voor mij belangrijk. Ik wil hier geld verdienen. Nu is het seizoen omgeknald. Dus het kan zijn dat ik nu niet meer dezelfde erop kan leggen. Oh, nog wel. Maar ik kan ook deze erop leggen. Platte peterselie. Volgens mij heb ik die nodig om een gewas nog te unlocken. Ja, die is ook de enige die ik nodig heb, zie ik. Dus we gaan de platte peterselie nu erop leggen. Weet je, dit is... Dit heb ik gewoon als zijnde vaste velden... om daar dus gewassen neer te zetten. Of ik dit... de indeling van deze boerderij zo gehouden, dat is nog de vraag, want ik zit namelijk met een probleem dat ik ruimte tekort kom. Want ik leg best wel veel van bepaalde dingen op één veld. En ik heb ook wel veel gewassen, gewasveldjes. En de vraag is of ik dat wel wil. Dus ik ga de boerderij toch wel weer aanpassen. Maar dit is gewoon om te kijken van, hè, hoe gaat het met... Het aankleden ervan ziet het er een beetje leuk uit. Werkt het ook een beetje. Ik heb natuurlijk de allereerste boerderij die ik had, Freckles Cave. Ja, die heb ik ook elke keer lopen verbouwen. Maar die werkte eigenlijk best goed. En ik was eigenlijk ook wel tevreden met de dieren. Maar ja, er is natuurlijk best wel wat bijgekomen. En er zijn wat dingen veranderd in de game. Zoals de lampjes die werken nou beter. Dus ik heb geen dubbele lampjes meer. Tussen de velden staan maar enkele lampjes die in het midden staan. Je kunt nu de veldjes een kleur geven. Dus elk plot kun je een kleur geven. In dit geval de witte kleur. Maar ja, misschien had ik daar wel blauw van moeten maken. Of groen, weet ik veel. Dat is allemaal een beetje experimenteren. Je ziet ze wel, dus het oogt ook weer niet echt mooi. Als je dat in de boerderij ziet. Maar ja, dat is weer voor de kunstenaars onder ons. Die dat leuk vinden. De vraag is of ik dit wel praktisch vind. 18 bij 18 is 36. Ik ben een beetje de 120 man. Dus 40 veldjes achter elkaar geeft. Hè, dus 120 gewas of 120 fruit. Ik vind die 120 getal vind ik een heel fijn getal om mee te werken. Kom je vaak ook. Net goed uit met de evenementen. Of niet de evenementen, met de opdrachten. Dus dat is ook een beetje waar ik tegenaan loop. En dan heb je natuurlijk die helpers. Ja, wat laat je die doen? De dieren, wat hebben die nodig aan voer? Nou, dat zie je. Dat voer heb ik. Want ik heb helpers specifiek. Voor die gewassen ingezet. Zal ik je zo even laten zien.
Kijk, als ik bijvoorbeeld naar de helpers ga. De helpers die lopen nog netjes door. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld de helpers. Ik heb hier een helper lopen op de wortelen. Nou, dat is natuurlijk de aubergine. Hè? Dat is voor de varkens. En dan heb je hier de helper die loopt op de... Wat loopt die op? Op de kikkererwten. Dat is natuurlijk nodig voor... de schaap. En dan heb je hier de helper die loopt voor de tarwe. En dan heb je hier er eentje die loopt voor de sla. Maar ja, dat redt hij niet. Die loopt dus continu sla op het land te gooien. En, want die sla die is natuurlijk met 5 minuten klaar. Dus dat redt hij niet. Als hij dat zou doen. Dus dan is het veld eigenlijk een beetje te groot voor hem. Wat je dan zou moeten kijken is dan minder sla. Dat weet ik dus niet wat je daarmee moet doen. Daar zit ik nog over na te denken. Want als het gebied te groot is voor dit soort dingen, dan heeft het geen zin. Kijk, het meest effectief wat je ermee kan doen, is eigenlijk bomen. Wat er gezegd wordt. Bomen is het meest effectieve. Want die haalt hij, dus één boom kan die dus zeg maar het hele veld leeghalen in één seizoen. Dat zou betekenen dat hij 17 minuten nodig heeft om alle velden leeg te halen. Zo'n helper. Ja, dat gaat natuurlijk bij die sla niet werken. Het is niet de bedoeling dat ik nu ga helpen, want dat is de helper niet voor. Dus dat is een beetje wat ik aan het bekijken ben. Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, oké, dan leg je er iets op wat niet zoveel tijd kost. Nee, maar ja, dan doet hij weer niks. Dus dan zou ik misschien sla erbij kunnen doen. En nog een andere gewas, want hij heeft natuurlijk de optie ook van 4 gewassen. Maar waar ik een beetje mee zat weer, en dat is dat OCD-denken van mij waarschijnlijk, omdat ik dus alles op recht wil hebben en recht toe recht aan. En dat kun je ook zien dat ik dat probeer te doen. Alleen, dan zie je hier weer dat ik dit zo heb ingedeeld. En dat is hartstikke mooi. Alleen, dit loopt weer scheef. Omdat dit moet dan weer 120 zijn bij mij. En dat loopt weer hiermee recht. Dus dat loopt hier weer mee goed. Alleen heb ik dan veel te veel dieren natuurlijk. Dit zijn er 206 die ik erop heb liggen. Ja, dat zijn te veel dieren. Kijk, deze zijn er maar 132. Omdat ik dat door de helpers laat doen. Maar hier heb je de alpaca, dat zijn 206. Nou, dat zijn natuurlijk veel te veel. 206 schaap. Dat moeten er eigenlijk 120 zijn. Dat zou mijn ideale aantal zijn. Ik hoor de geluiden van die alpaca's. Een raar geluid. En natuurlijk heb ik hier velden, die zijn nu leeg. Waarschijnlijk zijn ze leeggehaald door een bezoeker. Wat altijd een beetje jammer is als ze er niks opleggen. En hier heb je dus die dieren. Waarom heb ik zoveel dieren gedaan? Puur omdat ik ze zelf moet oogsten. Ik moet zelf die schapenwol oogsten. Omdat het niet kan door een helper. Want ik heb niet genoeg helpers. Dus ik ben beperkt tot 28 helpers. Dat is natuurlijk ook logisch. Ga ik even kijken wat ik nodig heb. Ik heb eigenlijk alles, hè? Ja, dus ik zou dan een ander gewas erop zetten. Kijk, ik zou wortels erop kunnen zetten. Dan heb ik wat extra van die dingen. Dus daar zit ik een beetje mee. Dus hoeveel dieren moet ik dan doen? En kijk, als ik al die wol ga halen en ik doe dat als ik een duimpje heb. Want ik zal dan even een geheimpje verklappen. Ik heb natuurlijk 2 accounts. Dus ik werk nu op mijn eigen boerderij op de computer waar ik mee stream. Of waar ik video's mee opneem. Maar ik heb de laptop en dan log ik in op een boerderij. Deze boerderij bijvoorbeeld. Nou, als jij dus op een andere boerderij inlogt, dan verdien je handjes. Doordat je dus die boerderij zeg maar helpt. Maar je kunt ze ook uitgeven op die boerderij. Dus ik heb continu
dat ik handjes verdien, maar ik heb ook de dubbele bliksem, zeg maar, lopen. Dus alles wat ik vrijwel doe in de boerderij, doe ik dubbel. Dus ik krijg dubbele gewassen, dubbel fruit, dubbele wol, die andere, die veren. Dus dat gaat natuurlijk een stuk sneller. Ik kan het hier niet doen, want ik ga met deze boerderij niet een andere boerderij bezoeken van mijn laptop. Dus dat is een groot voordeel. Dus ik bezoek altijd met mijn tweede account, bezoek ik dit account, zeg maar. Dan log ik in en dan kun je natuurlijk heel veel dingen doen. Ten eerste heel veel XP verdienen, want je hebt altijd dubbel XP. Je krijgt altijd iets meer coins dan standaard coins. En je krijgt het dubbele gewas, dubbele oogst. Zo wil je dat dan eigenlijk zien. En doe je dan nog een opdracht. Dan gaat die teller natuurlijk van je handjes nog met je duimpjes nog sneller omhoog. Daarom bezoek ik dus eigenlijk geen andere boerderij. Heb ik afgelopen week wel gedaan. Maar dan heb ik mijn boerderij even gekopieerd. Deze. En dan op de laptop gezet. En toen moest ik wel handjes gaan verdienen. Want ik heb mijn computer de hele week uitgezet natuurlijk. Die laat ik niet van Jan Doki draaien. Want ik wist ook dat er een update zou aankomen. Ja, en als ik die update erop zet, dan kan ik sowieso niet meer inloggen. Dus die heb ik uitgezet. Dus, kort gezegd, ik heb twee accounts. En ik kan op één account altijd op een andere boerderij inloggen. En dus geld verdienen op die manier. En XP verdienen. Vandaar dat mijn tractor op mijn andere, omdat mijn andere account, waar ik dus het meeste mee werk, die heeft ook level 300 en nog wat. En deze maar 178. Dat is het verschil. Maar goed, hoe het ook zijt, ik ben dus nog bezig met het uitvogelen van de ruimte en wat ik ertussen ga zetten en hoe ik dat een beetje ga zien. Want ik ben nu nog qua eenvoud niet blij. Ik ben nog niet heel blij met hoe het er nu uitziet. Ook een beetje beperkt door al die flitspalen waar je dus naartoe kan flitsen op verschillende gebieden in je boerderij. Vind ik ook jammer dat dat te weinig is. Kijk, ik heb genoeg ruimte om alles te zetten, hoor. Daar gaat het niet om. Want ik heb de bomen soms dubbel staan, soms driedubbel. Nou, dat kan ik dus, die kan ik dus naar beneden zetten. Dat is helemaal geen probleem. Kijk eens wat mooi. Mooi, hè, dat licht. En dan zit ik te denken van, is dat nou voldoende? Of moet ik nou op elke snede een lamp zetten? Dus moet ik er nog een lamp tussen zetten? Of is dit mooi genoeg? Ik vind dit wel cool. Kijk, en de dieren die geef ik dan weer een ander kleurtje. Dat is oranje. Een wat zachtere kleur. Kijk, ze leveren natuurlijk allemaal best wel veel geld op. Hier heb ik paarse tekens. Die paarse stokjes staan. Is dat wel iets wat ik moet doen? Die gebieden zo aangeven. Want ik doe het eigenlijk niet voor de kunst. Het is eigenlijk ook niet zo heel mooi om te zien. Dus misschien moet ik het weghalen. Ja, ben ik nog een beetje over aan het nadenken of ik dat wel wil. Dus ik zit nog een beetje in de ontwikkelfase dat ik denk van, vind ik dit wel mooi. Er komt natuurlijk ook nog wat meer aan. Je moet ook een klein beetje flexibel zijn met je ruimte, want er komt natuurlijk een Halloween evenement. Nou, dat is erg leuk. Kun je leuke dingen verdienen. Krijg je wat extra decoraties. Waarschijnlijk. Echte verrassing nog. Want dat zal ook in een ander jasje gestoken worden als dat we voorheen hebben gehad. Ja. Dus dat zijn een beetje de dingen waar ik mee bezig ben. En je ziet, het evenement begint over 3 dagen. Ik weet niet hoe lang het duurt, het evenement. Maar het zal een dag of 14 zijn, denk ik.
tot aan hun Halloween. Nou, dan zijn het geen 14 dagen. Dan zijn het waarschijnlijk 10 dagen of zo. Of 8 dagen. Maar goed, even doorlopen wat de laatste updates zijn geweest. Dat is misschien wel handig. Nou, in ieder geval kregen we er nog wat gewassen bij. Dus inderdaad, de PTC, die hebben we er laatst bij gehad. De asperge. En dan die sojaboon en de spersieboon. Dat zijn een beetje de laatste gewassen die we erbij hebben gehad. Nou, qua bomen is er niks bijgekomen. Voorlopig even niet. Dieren, de alpaca, die is er als laatste bijgekomen. De rest hadden we natuurlijk al. Op visgebied, ja, waren dit de laatste. Maar die hadden we al een tijdje. Op het gebied van bloemen is de geranium is erbij gekomen. Even kijken, waar staat dat krenk? Want ik vind ze allemaal een beetje op elkaar lijken. Dit is de geranium. Dat zijn de laatste bloemen, zijn, zeg maar. En daar hebben we ook een aantal smaakjes van. Die dus moet verdienen door de andere bloem te upgraden. En daarom. Hier is verder niks veranderd. Wel iets met voer. De voerbakken zijn onlangs veranderd. Je hebt een andere voerbak. Hoe dat precies werkt en de aantallen, dat is mij nog onduidelijk. Het heeft te maken met een getal 36 of 20. Ik weet niet precies. Boeien. Ik zet ze er gewoon neer en ik wil ze. Decoraties op het gebied van decoraties is niet zo heel veel gewijzigd. Er is misschien een decoratie bijgekomen, maar niet dat ik zo 1, 2, 3 kan heugen. Op dit gebied ook niet. Het laatste hek was dit. En natuurlijk het hek met dat nieuwe huis. Weg, niks. En hier ook niet echt wat. Ja, dit, maar dat was er volgens mij al. Dus dat is op het gebied van dat is er niet zo heel veel gewijzigd. In de stad is daar wat gewijzigd, zit ik even te denken. Misschien dat er hier en daar wat gewijzigd is aan de interface en hoe dingen eruit zien. Ik heb nu hier een oude tractor, maar je kunt een nieuwe tractor kopen. De lichtjes zijn aangepast. Je kunt er nu overheen rijden. Bij sommige lichten. Dat kon eerst niet. Nou hoop ik dat het nog steeds kan. Kijk, dat is deze. Kijk, nu kan ik er overheen rijden. Dat kon dus eerst niet. Nou, dat is wel fijn. Dat klopt natuurlijk niet. Maar ja, dat is een beetje fijn rijden, laat ik zo zeggen. Nou ja, je kunt hier nu ook bomen opzetten. Dus niet alleen maar gewassen en bloemen, maar ook bomen. Dus je kunt nu echt het mooi versieren. Zonder dat daar dus een seizoen gekoppeld is. Hè? Dus die staat er altijd in de bloei. Dat is natuurlijk wel leuk. Nou, nog meer. Je kunt de instelling aanpassen dat je dus, als je de shift-toets indrukt, dat je met de W-toets altijd rent. Ja, dat is een tip, die heb je. Je kunt dan altijd rennen met één toets. Dan doe je de shift weer een tikje, dan ga je normaal. Ja, je kunt. Er is nu een voorkeur van het weghalen van wat je hier hebt liggen, bijvoorbeeld. Stel dat je lichtjes hebt. Lichtjes heb staan, dus die fakkeltjes, hè, die lichtjes heb staan, dan kun je dus nu in je menu aangeven dat als je wat wil weghalen, dat je dan voorrang geeft aan die lampjes of aan de sproeiers, dus wat je dan wilt verplaatsen. Dus het verplaatsen, dat zou allemaal wat makkelijker moeten kunnen nu. Niet ontdekt nog, want volgens mij is het echt alleen maar verplaatsen, maar niet bij verwijderen. Want bij verwijderen doet hij het nog steeds verkeerd. Ik zal je het even laten zien, hoe dat precies gaat. We zetten bijvoorbeeld een lampje er neer. Hè? Dit zijn die lampjes die je kunt plaatsen. Nou, dan heb je heel veel verschillende kleuren. Stel dat we even de paarse nemen. Nou, die zet je er neer.
Nou, je kan hier dus niet staan, maar je kunt hier dus in wel een bloem neerzetten. Nou, dan zetten we er een bloemetje neer. Kunnen we even laten zien. Hup. Nou. Hoppakee. Dus dan heb je die paarse stokjes. Als je dat nou wil verwijderen, dan kun je zeggen X, maar dan verwijdert die. Nou, de tuinlamp, omdat je niet goed staat. Als ik hem iets zo zet. Nou verwijdert hij de gloeiende stok, zegt hij. Dat is niet waar. Hij verwijdert niet de gloeiende stok. Hij verwijdert nu de bloem. En dat is volgens mij nog steeds een fout. Als ik hem ga verplaatsen, dan zou hij dus de gloeiende stok moeten verplaatsen. En dat doet hij wel. Zie je dat? Dit is dus, dit is wat er bedoeld wordt met wat, wat de voorrang wordt gegeven. Dus het verplaatsen kiest hij wel de goede, maar het verwijderen niet. Dus dat is nog steeds een bug. Dat wordt dus, hij geeft aan dat hij dus de, dit verwijdert. Maar dat doet hij dus niet, hij verwijdert de bloem. Dus als ik dit zo doe, en ik zou zeggen van nou, ik wil dit verwijderen, zegt hij dat hij de gloeiende stokken verwijdert. Maar die verwijdert hij niet, hij verwijdert de bloemen. Dus dat is nog een fout in de game, zeg maar. En dat soort dingen moet je gewoon even doorgeven dan. En dan wordt het echt wel opgelost. Want het Farm Together team is klein. Er zijn maar een paar mensen die eraan werken. Maar ze doen wel echt keihard hun best om dingen te verbeteren. En dat vind ik echt heel erg positief. Maar ja, even kijken. Hoe ver zitten we? 26 minuten. Wat kunnen we nu doen om bijvoorbeeld een nieuwe boerderij in te gaan richten? Nou, dat kan. En dan kan je ook laten zien hoe je dat zou kunnen beginnen. Alleen daarvoor moet ik dus wel even een pauze. Want ik moet daarvoor even een bestand kopiëren. En dan ben ik... Ik zet hem op pauze. Je merkt er niks van, want ik ben meteen weer terug. Dus zodra ik gaan we verder. Momento. Ja, ben ik weer terug. Ik ga de nieuwe boerderij nu niet doen. Ik maak een nieuwe video. Een nieuwe videoreeks ga ik maken. Dat wordt dan de edit reeks van een nieuwe boerderij. Dus ik ga deze video dan zeg maar stoppen. Ik heb dingen besproken. Ik heb mijn boerderij laten zien waar ik een beetje mee bezig ben. Zo ziet mijn boerderij er dus nu helemaal uit. Hier al die gewasvelden. Waarschijnlijk iets te veel. Hier heb ik ook gewasvelden. Dit is dan voor de aanbiedingen. Hier heb ik bomen. Dit zijn alle dieren. Dan heb ik hier nog een aantal vakken vrij. Waarschijnlijk maar ook niet echt handig is. Ik had deze eigenlijk daar neer moeten zetten. Had ik hier een hele strook vrij. Ik heb hier overal vis staan. Dat heb ik wel genoeg van. Maar goed, ik moet nog dus een beetje gaan stoeien met de ruimte. Dit is wel het gebied wat ik wil gaan indelen op deze manier. Maar misschien dan toch een beetje anders, zeg maar. Ja, dus ja, ik ga dan zeg maar gewoon een nieuwe boerderij starten. En dan laat ik dan in een reeks zien hoe ver ik elke keer kom. Het zullen sprongen zijn, want ik ga er tussendoor, ik ga niet alles opnemen. Maar dat kost gewoon te veel tijd. Maar dat wordt wel leuk, denk ik. En dit valt gewoon onder de reeks nummertje 24 of 25. Noem maar op. En dan gaan we straks een evenement doen. En straks gaan we weer wat uitgebreider de Farm Together spelen. Oké, nou veel plezier verder allemaal. En tot de volgende video. Bye bye, zwaai zwaai.